Vandaag een recept met de kracht van de Italiaanse keuken. Weinig ingrediënten en heel veel smaak. Paccheria al pomodoro. En niet zomaar tomaten. Onze pelati pomodoro. Pelati wil zeggen gepeld. En op zijn geheel, want dat is eigenlijk het moeilijkste. Maar eerst gaan we onze pasta koken. Paccheria. Paccheria van het vorm pacco, dus een pakje. Bekend met penne en rigatoni. De bekendste korste pasta uit Italië. Klein beetje zout aan toevoegen. Voor heel duidelijk te zijn, altijd ieder liter water 10 gram zout. Daarnaast ook altijd pasta plaatsen pas als het water goed kookt. Deksel erop, 12 minuutjes. En wij gaan onze salsa pomodoro maken. Klein beetje olijfolie. Hoeft niet extra vergine te zijn. Teentje look. De meesten zeggen ook altijd, waarom snijd je eigenlijk ook niet die look in stukjes? Maar dat is altijd een probleem. Dan gaat je eigenlijk je smaak van je tomaat overheersen. Dus lichtjes warm laten worden. Zeker je look nooit laten verbranden. Eén keer dat het warm en je ziet dat er stilletjes aan is aangebakken, geeft ook de look de hele aroma. En dan gaan we onze topproduct. Hier onze pomodori pelati. Als ik dat eigenlijk zie, leg ik ben opgegroeid door mijn grootouders. Dat wordt eigenlijk de vader van de tomatenconserven genoemd. De oogst was rijp van de tomaten en ieder familie kookte en die hielp ook elkaar met die tomaten. Er werd eigenlijk een fles geplaatst en dat werd eigenlijk dan gekookt. Ongeveer zeker een 1,5 uur. En dat werd eigenlijk een kist bewaard voor het hele jaar door. En die smaak komt hier terug. Zout, eigenlijk ben ik heel eerlijk, is ook niet nodig. Klein beetje peper om de smaak, maar zeker geen suiker. Je gaat altijd suiker aan toevoegen aan je product wanneer het product niet zo goed is. En hier is dat zeker niet nodig. We gaan onze pomodori pelati pletten met onze vork. Je zou eigenlijk in principe ook met verse tomaten kunnen doen, maar dan moet je zien dat die tomaten mooi rijp is. Mooi rood, kijk eens hier. Wat we hier hebben, dat is echt Italia a tavola. Prachtig. We gaan er een klein beetje basilicum aan toevoegen. Ik ga de basilicum niet snijden, gelijk ze in Napoli zeggen, de pomodoro coppa coppa wil zeggen eigenlijk het volledige met de hand. Gelijk ze ook de pizza plaatsen. En deze is eigenlijk de saus ook, één keer dat dat gemalen wordt, dat dat eigenlijk op de pizza's wordt gebruikt. En we weten dat eigenlijk, er is maar één plaats bekend voor de pizza in Italië en dat is Napoli. Laten sudderen. Deze kan ook in een half uur al klaar zijn, omdat de tomaten al mooi rijp zijn. We gaan onze teentjeslook uit de pan plaatsen. Je zou in principe de saus kunnen mixen, maar met zo'n kwaliteit van tomaten zou ik dat zonde vinden. Voilà, onze pasta is mooi al dente, we gaan ze afgieten. Kijk eens hier. Onze pasta lekker laten sudderen, wat we altijd doen eigenlijk in Italië. Die aroma, heerlijk. Spijtig dat jullie dat niet kunnen ruiken thuis, want dat is top. Onze mozzarella. En je ziet ook, de buffelmozzarella is eigenlijk een dikkere structuur dan burrata. Klein beetje parmigiano, grana padano, zou ik doen. Parmigiano reggiano meer gebruiken voor carpaccio's of zo. Basilicum of fijne basilicum. Kijk eens hier, Italië op zijn best. Paccheria met pomodori pelati en mozzarella. Een feest uit Italië.